Hallo, welkom bij Wereldreis TV. Dit is papa Rob en dit is mama Edeline. Op dit YouTube kanaal willen wij met korte vlogjes verslag doen van onze reisavonturen. En voor deze zomer staat Myanmar en Thailand op het programma. Maar voor het zover is willen wij eerst nog even een oproep doen. Dat klinkt best suf, hè? Dat kan hipper. Wil jij virtueel met ons meereizen? En vanaf je eigen vakantiebestemming. Of gewoon vanuit de leefstoel thuis. Ons volgen? Laat het ons dan weten. Dat kan door je te abonneren op ons YouTube kanaal met de button onder dit filmpje. Gewoon doen, het is gratis. Heb je vragen over onze voorbereidingen, ons reisschema of andere vragen? Nou, stel ze gerust via Twitter, onze Facebookpagina of gewoon hieronder bij de comments. Dan komen we misschien bij een volgend vlogje erop terug. Ook als je nog tips hebt, weetjes of leuke restaurantjes waar we kunnen eten. Echt plaats hoor. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. Hierbij verklaar ik Wereldreis TV voor geopend. Ja, we zijn in Wereldreis. Voor het verhaal zou het leuk zijn als je mij nu vraagt waar we eigenlijk naartoe gaan. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Ja, nou, leuk dat je het vraagt. We gaan even naar Leiden toe. We moeten daar even bij Bever wat terugbrengen. En als de tijd over is, gaan we ook even naar de Kauwers. Ik weet niet wat er overgevlogen is, maar het lijkt wel een kudde koeien. Dus daarom moeten we even naar de Kauwers. Nou, chica. Dan gaan we dan. Misschien dat we ook nog even naar de H&M gaan. Maar Edeline zei, dan moet je eens gaan kijken voor een zomerbroek, want die heb ik eigenlijk ook niet. Want die broek die ik had, of heb eigenlijk, die heb ik nog eens op de foto's teruggezien, maar dat is niet meer de laatste mode volgens mij. Mm-mm. Chica, nu we toch in Leiden zijn, ja? Kan ik meteen wat vertellen over dit stadhuis hier. Is dat thuis? Dat is in 1929 helemaal afgebrand. Toen hadden ze namelijk de kolenkachels aan laten staan die avond, omdat het heel koud was. Het was een min 18. En het grappige is, er zijn dus foto's en dan zie je dus brandweermannen die echt het ijs in hun baard hebben staan. Maar dat was hier dus, 1929, was het helemaal afgebrand. Wat je ook nog kan vertellen, hier op deze plek, en als we goed achter ons kijken, dan zie je dus een cirkel. Die cirkel, dat was eigenlijk het middelpunt van de stad vroeger. Want Leiden is een middeleeuwse stad en een middeleeuwse stad die was ingedeeld in kwartieren. Je weet wel, van de klok, een kwartier. En precies hier kruisten de lijnen van die kwartieren elkaar. Maar dit was ook de plek waar vroeger het schavot stond. Als je dus wat gedaan had, stond je hier met je armen in zo'n ding. Kunt je hier voor schut eigenlijk. Zo werden ze vroeger gestraft. Bever! Bever! Even boven kijken. Zal ik dat doen? Dan leg ik dit van even hier. Oké, top. Naar boven dus. Dankjewel, tot ziens. Dag. Wat verkoop je eigenlijk? De Volksstad en de Traan. Ja. Wat loopt het beste? Eigenlijk allebei even goed. Ja. We staan ook zeker in oplage de laatste tijd, dus doen we het goed. Nou, succes in ieder geval. Dankjewel. Hier wordt het geld nog gewoon geprint en dan is het nog een beetje nat, denk ik. Wat denk jij? Dat denk ik ook. Mag ik je wat vragen? Ja. Je weet vast wel waar de H&M is, of niet? Ja. Die kant uit? Ja. Oké. Chica, die kant uit. Ja, we zijn een tosje. Ja, dat is het. Dit is nou echt Leids. Tosje. Tosje. H&M, we zijn er. H&M, die man is oranje.
Het is hem niet. De winkel is op zich wel goed, dat bedoel ik niet, maar ik kan wat ik gezien had op internet, kan ik maar hier niet vinden. Dus dan toch maar weer via internet. Tik hem aan. Hij heeft Douwe Bob vorige week opgegeven. Douwe Bob stond daar. Dat is de potje en die gaat omhoog. Gele auto. Auw. Wat is dat? Als je gele auto ziet, dan moet je te slaan. Hier moet je kaartjes kopen. Maar welke programma wilt u? Ja, zeg het eens. Wat heb je? Ik heb was ik knippen? Ik wil die met de polish. Polish. We zijn nu in de car wash. Kijk wat er gebeurt. Een beetje denken aan Pirates of the Caribbean. En ik ben Johnny Depp. Robbie Depp. Robbie Depp. En ik ben Rory Depp. Hé, hey, dat zijn wij. Hallo. Op dit YouTube kanaal willen wij... Kaleren. Best lastig.